Rekenblik. Tabellen. Overal om je heen kom je informatie tegen. Vaak wordt die informatie gegeven in de vorm van grafieken, tabellen of diagrammen, zodat je de verbanden tussen de gegevens goed kunt zien. Een tabel is een goed overzicht van gegevens. Er bestaat een verband tussen deze gegevens. Een tabel is een handig hulpmiddel om gegevens te presenteren en af te kunnen lezen. Een tabel bestaat uit een aantal vaste onderdelen. De titel. De titel geeft aan waar de tabel over gaat. Cellen. Een cel is een vakje waarin gegevens of getallen staan. Rijen. Een rij bestaat uit de cellen die horizontaal naast elkaar staan. En kolommen. Een kolom bestaat uit de cellen die verticaal onder elkaar staan. Een voorbeeld. Er is onderzoek gedaan wat mensen het liefst drinken in de ochtend. 30 personen drinken het liefst koffie, 20 personen drinken het liefst de thee, 15 personen drinken het liefst de melk, 5 personen drinken het liefst water en 5 personen drinken het liefst vruchtensap. De gegevens zijn nu makkelijk af te lezen in deze tabel.